Het geklap is daar. En dat betekent dat de spelers aanstaande zijn. Dit scheelt. Staat hier. En als het goed is, wordt hij aan het einde van de wedstrijd uitgereikt aan de Graafschap. Daar hopen ze hier allemaal met z'n allen vurig op. 2 punten voorsprong op Cambuur in de stand van de periode. In de algehele stand in de keukenkampioendivisie staat de Graafschap 4 punten achter datzelfde Cambuur. Rijnburg. Seuntjes komt er niet aan, dus is het een corner. Van Miechem. Achterin, daar komt de keeper, maar die komt niet aan de bal. De Boer heeft even wat hangen. Nijland komt daar niet bij. Van Miechem. En daar de kop aan de goal. Seuntjens met de 1-0 in de 9e minuut. De voorsprong voor de Graafschap. Seuntjens met de voorsprong voor de Graafschap. Van Heertem. En daar de volgende wellicht. Seuntjes, mooie redding van Rodi de Boer. Owusu. Goed verdedigd, in eerste instantie dan toch. Nog de bal voor van Miechem. Het schot dat naast gaat, maar dat had de Boer al gezien. Het schot van Baas. Church. Melgaret, Koopmeiners, Correa. Ziet er goed uit wat Jong AZ hier laat zien. Savastano en deze is voor Jurrius. De ploeg laat af en toe voetballend best aardige dingen zien. Oosting in één keer door. Is het buitenspel of niet? Tabouni mag door. Grensrechter loopt mee, dus geen buitenspel. Oosting komt in de 16, maar komt niet in actie. Want dat schot van Margaret. Van de Bomen. Van Miechem. Die kan naar binnen. Voor zijn linker. Verre hoek uitzoeken. Ja. Het is de 27e minuut als Derrol van Miechem er 2-0 van maakt. In een fase dat Jong AZ echt meedeed. Hij kan er binnen, want hij is links. En dan ligt hij heerlijk om in de verre hoek te sturen. Koopmeiners richting Sedlacek. Controle is prima. Dan nog iemand vinden die daar wat mee kan. Oosting en naast schoten door Jacobs. Vet. Van Miechem goed, Owusu. Nu kijken wat er in de 16 gebeurt. Owusu gaat zelf aan de wandel, maar krijgt hem vervolgens niet bij Nijland. Het is wel Breinburg, gaat onderuit bij Koopmeiners. Dus een vrije trap. Op een heerlijke plek voor Branko van de Bomen. De vrije trap in de 35e minuut van de Bomen. Die kan dat. Die kan dat heel erg goed. Branko van de Bomen. Van de Bomen lepelt hem naar Van Miechem. Breinburg. Prima gespeeld hoor. Owusu. Schot geblokt door Gullit. En dus een corner. Want Gullit dus als laatste aan die bal is geweest.
In de 5 meter zal die bal terecht gaan komen. Dan mogen ze daar zoeken. Keeper probeert naar buiten te komen, Rodi de Boer, maar dat lukt niet. Ja, het is dan zo vol. En dan is het Vet die er 4-0 van maakt. Ja, Rodi de Boer heeft geen ruimte, heeft geen mogelijkheid om bij die bal te komen. Het is daar allemaal keurig dicht gemetseld. Zo vol, dat 5 meter gebied. En dan weet je dat die bal daar komt. En dan is het zorgen dat je dat duel daar wint. De Boer komt er in ieder geval niet bij. Vet wel. Zeuntjes. Goed naar Nijland. En dit is een geweldige bal van de Bomen. Penalty. Ja, ja. De bal gaat op de stip. Geweldige bal van Nijland in de loop van Branko van de Bomen. Deze bal van Nijland is een heerlijke bal. En dan stapt Jacobs zijn tegenstrever op de hakken. Dan gaat die bal terecht op de stip. Seuntjens vanaf 11 meter. Oeh. En dan zat Rodi de Boer in de goede hoek. Nou ja, als je hem in het zijnetje weet te leggen, dusdanig goed de hoek in weet te krijgen. Dan is er voor de keeper geen hou aan. Tweede treffer voor Seuntjens in deze wedstrijd. Obuzoek. Vet. En Seuntjens richting Nijland. Vet. Vet. Oeh. Mooie redding, Rodi de Boer. Vet nog een keer het luchtduel aan. Oosting links. Korea. Midden. Margaret, Koopmeinders komt daarbij. Dit is Margaret. Toch maar 5 man voorin, jong AZ. Oosting. En die maakt de 5-1. En Oosting, die ook vorige week scoorde in de wedstrijd tegen Eindhoven, maakt weer een goal. En Ralf Seuntjens miste natuurlijk een paar trainingen deze week. Tot een vraagteken achter zijn naam. Kan hij spelen? Ja, hij kan spelen. En kan dusdanig spelen dat Son of God er vandaag weer 2 toevoegde aan zijn totaal. Zijn vervanger is Giannis Mistakidis. Van Heertem. Van de Bomen. Rijnburg. En deze is voor de Boer. Hij werkt wel hard, die Mistakidis. Het is niet bloedheet, maar steenkoud valt er ook al mee. Koopmeinders. Rijnburg probeert daarbij te komen. Vet van de Bomen. Goed, geweldig gedaan door Van der Bomen. Geweldig lopen ook door Owusu. En de redding is daar van de Boeren. En daar bijna de 6e alsnog, bijna het halfdozijn vol. Corner nog van Thijs Oosting. De maker van de laatste treffer van deze wedstrijd. Dat was in de 57e minuut, de 5-1. Grote delen van deze wedstrijd genomineerd door de Graafschap. Prima gespeeld door de Graafschap. En uiteindelijk de zegen van 5-1. En de handjes kunnen de lucht in of op elkaar. Want behoudens de zegen die lekker uitvalt met 5-1. Prima te noemen valt. Is dus de 3e periode. Een periode die een prooi is voor de superboeren. Daar gaat hij. De schild gaat naar de periodekampioen.
in de keukenkampioen-divisie. Derde periode is voor de Graafschap de Supervoeren. Het is een tussenprijs, zo zegt alles en iedereen hier in Doetinchem en omgeving. Dat zal zo zijn, maar je kan hem maar binnen hebben. Dit is een nogmaals prima prijs, de 11e keer in de clubhistorie dat ze zich periode kampioen mogen noemen. Voor het eerst sinds 7 jaar is deze periode prijs voor de Graafschap. Mr. Kiris, dat is een Griekse aanvaller die alles in het werk heeft gesteld na zijn invalbeurt om te scoren. Is in ieder geval een speler die ook zonder te scoren laat zien dat hij heel goed kan juichen, heel goed kan feestvieren. De Graafschap wint met 5-1 van Jong AZ en pakt de derde periode. En de felicitaties gaan dus uit naar de Modder Boys, de spelers van de Graafschap. Mooie avond tot nu en dat zal een mooie avond en nacht gaan worden in Doetinchem en omgeving. Hoe is dit om het feest te vieren, Roland? Ja, dat is geweldig, hè. We hebben de afgelopen periode afgedwongen en dan is het mooi dat je het thuis kan afmaken. Er zijn wel eens mensen geweest die kritiek hebben gegeven op het spel wat de Graafschap speelt. Geef je die nu allemaal vandaag een lange neus? Ja, als je 5 keer scoort in deze wedstrijd, dan doe je het hartstikke goed. Je hebt heel veel meer kansen gehad, dus hebben we goed gedaan als team. Waren er zenuwen voorafgaand in deze wedstrijd of niet? Ja, natuurlijk altijd normale wedstrijdspanning, maar toch voel je altijd wel dat er vandaag iets extra's is. En elke wedstrijd is belangrijk voor ons, dus er ligt op elke wedstrijd druk. Maar dan is het extra lekker dat je gewoon overtuigend 5-1 wint. Dit is toch geweldig waar jullie het voor doen? Ja, want deze sporten zijn wat je zegt geweldig, man. En we hebben ze nu een keer beloond, goede eerste helft, 4 goals en daarna doorpakken. Nou is het wel zo dat ik iedereen hoor zeggen, ja, het wordt pas in mei verdeeld, dan zijn we er. Ja, is ook zo. Kijk, we hebben nog een zwaar programma. Als we niet goed doorkomen, dan zijn we er. Dus laten we ons daar focussen, maar eerst even een klein feestje. Lekker, hè, die Modder? Ja, man, heerlijk, man. Wil je nog 1 keer voor mij een schuiven doen naar die jongen? Nog 1 keer? Je ziet, hè, hoe het gevierd wordt. Hier was de Graafschap aan toe. Na zo'n teleurstellende degradatie hebben vooral het bestuur en de raad van commissarissen weer snel de draad opgepakt. En een doelstelling gemaakt. En we zijn op de goede weg. Meer niet. We zijn op de goede weg. Maar deze smaakt lekker. Waren het de kerels tegen de jongens, Mies, vanavond? Nou, dat zijn de woorden die wij ook gebruikt hebben in de kleedkamer. Vanavond was het zeker het geval. Mannen tegen jongetjes. Na de 1-0 krijgen jullie een beetje grip op de wedstrijd. Maar bij de 2-0 is dat ook voorbij. Ja, als je bedenkt dat wij thuis van hun gewonnen hebben. Als enige, denk ik, in de competitie. Maar het verschil vanavond was veel te groot. Inderdaad, na de 1-0 die snel viel, kwamen we wat beter in de wedstrijd. En bij de 2-0 daarna was het klaar. Wat is dat dan, dat ze dan toch niet dat vast kunnen houden? Nou, wij hadden het gevoel dat we hadden een plan. Nou, dat plan dat werd niet helemaal nageleefd. En daardoor speelden we ook wel de Graafschap in de kaart. Die heeft ons natuurlijk bestudeerd. Die hadden revanchegevoelens. We wilden natuurlijk vanavond een mooie avond van maken. Nou, dat wist je van tevoren. Dus als je daar helemaal aan mee gaat werken, ja, dan wordt het lastig avond. Trots, man? Ja, zeker. Gezien hoe we de winterstop zijn uitgekomen. Uitstekende reeks. En nu nog 10 wedstrijden. En dan moeten we gewoon gaan verzilveren hoe we er nu voor staan. Maar het is ook zo dat Cambuur en jullie er eigenlijk met kop en schouders bovenuit steken op dit moment. Dus ja, dat wordt een 1-2'tje. Nou ja, zo rijk rekenen wij ons nog niet. Wij weten gewoon dat we moeten knokken. En dat begint volgende week bij Go Ahead Eagles. En dan moeten we weer volle bak gaan en knallen met z'n allen.